together. Goedenavond. Dank u wel. En goedenavond u thuis ook allemaal. Weer massaal voor de buis voor de bijna 200ste aflevering. 5 jaar zijn we bezig. En vanavond, dames en heren, voor de laatste keer... Hadden we goed gerepeteerd van tevoren. We nemen feestelijk afscheid. Dat gaan we doen in een hele bijzondere, vrolijke huiskamer tv-show. Met prachtige live muziek uit Gelderland natuurlijk aan het einde. We hebben een hoop spektakel. We hebben natuurlijk paaldansen. We hebben een hoop gekkigheid. Maar ook een hoop serieuze onderwerpen. Kortom, de highlights uit 5 jaar en 200 afleveringen huiskamer tv-show. We gaan van start in 2003. Ik weet het eigenlijk nog als de dag van gisteren. Ik kwam in het fitnesscentrum terecht in Gent. Bij niemand minder dan Jan en Güzel Vroom. Ik wou iets voor mezelf beginnen. En om voor mezelf te bewijzen dat ik het kon. Dan heb ik bewezen voor mezelf dat ik het kon. En dan kan veel weg. Het is te hard werken. Het is gewoon te hard werken. Je staat van 9 uur al te springen tot 1:30 ben je hier met de klanten bezig. En je hebt eindelijk iets zo ver geschopt dat je zegt van oké, goed, nou kan ik stap terug. En je maakt echt bijna 24 uur per dag ben je gewoon bezig. Dan je kan zeggen van nou, ik neem personeel in dienst en dan doe je rustig aan en geniet je van je werk. En die mogelijkheid hebben we niet, want we kunnen geen personeel krijgen. Dames en heren, Jan doet op dit moment de sportschool. Maar zij is hier, mag ik uw applaus voor Güzel Vroom. Wat ziet er weer goed uit vandaag? Dankjewel, Erik. Ja, want dan doe je nog steeds erg je best hoor, hè? Ik probeer het wel. Want je geeft les in je eigen fitnesscentrum, maar werk je zelf nog veel aan je conditie? Ja, alleen met lesgeven eigenlijk. Maar voor mezelf apart trainen, de laatste tijd kom ik helaas helemaal niet meer aan toe. Want we zagen net, op het filmpje zagen we jou en Jan, duo-posing, bodybuilding. Jullie waren Europees kampioen. Hoe is dat nu? Doe je dat nog steeds fanatiek? Vorig jaar heb ik nog voor het laatst meegedaan. Heb ik weer de brons gehaald van de Europees kampioenschappen. Dat doe ik toch niet slecht, hè? Nee, dat doe je prima. Dan zie ik weer die sympathieke, uitdagende glimlach, zoals we van jou kennen. De sportschool draait als een tierenlier. Ik ben er wezen kijken. Wat zijn de trends momenteel? Momenteel is echt jumpstyle. Jumpstyle loopt me echt storm mee. Jumpstyle? Ja. Voor de kids? Nee, ook voor de volwassenen. Het is eigenlijk geen trend van de sportscholen, maar meer eigenlijk onder de jongeren onderling. Oké, dus het is ook iets voor moeders van 40, zeg maar. Heb ik ook, ja, inderdaad. Ja, die kunnen daar... Hey, en wat je tegenwoordig ook veel ziet, althans, ik doe het zelf niet hoor, besparen me, paaldansen. Ja, paaldansen mogen we ook nog steeds niet klagen. Lopen nog steeds echt ook nog steeds storm mee. Vooral de vrijgezellenparties. Daar staan we wel echt heel bekend op. Maar is het nog steeds gerelateerd aan erotiek of is het ook een serieuze fitnessvorm geworden? Het is, op sportschool is het echt serieus als fitness, zeg maar. Ja. Maar buitenom, je hebt twee soorten natuurlijk. Hè? Ja. Het sensuele, dat kunnen we op sportschool niet doen, want dat kost dan toch je naam. Weet je, ik zie daar een enorme paal staan. Zou jou er eens even in laten klimmen? Zal ik maar. Maak er iets moois van. Dames en heren, ze gaat voor die paaldansen. Güzel Vroom.
dat nog mag meemaken op het allerlaatste gezel. Dank je, we gaan helemaal van te zweten, zeg beste mensen. Helemaal goed. Neem die paal maar weer mee in je auto. Ik zie je weer in Gent, dames en heren. Wij gaan naar een totaal andere highlight uit de mooie geschiedenis van 5 jaar Huiskamer TV-shows. Een paar jaar geleden was ik te gast in Huissen. Daar aan het water bij het Looveer aan de Rijn, daar stond het Mouse Village. Het Mouse Village van Anja en Rob Smits. Een heel mooi, bijna idyllisch plekje Engeland. Eigenlijk gewoon aan de rand van Huissen. Fantastisch om naar te kijken. Ons woonhuis, wat we zo ingericht hebben dat allerlei clubs die Engels-minded zijn, auto, dartclubs, klaver, jasclubs, dat die in ons woonhuis eigenlijk van allerlei activiteiten kunnen ontdekken. We zijn natuurlijk een beetje grote anglofielen geworden en eigenlijk al jaren bezig met het verzamelen van al die spullen. Een prachtig stukje Engeland, echt origineel, zo leek het, in Huissen. Wat zou daarvan geworden zijn? We horen het van, dames en heren, uw applaus voor Rob en Anja Smits. Neem plaats in mijn eigen geïmproviseerde huiskamer hier op het podium van Theater het Hof. Nou Rob, zeg maar, wat is er geworden van dat prachtige stukje Engeland in Huissen? Ja, het is over, Erik. Wij zijn vorig jaar 1 juni daar weggegaan. We hebben het verkocht aan de buurman. En die, tot onze verbazing, heeft het gesloopt. En heeft er een halletje neergezet. Daar hebben we beelden van. Dan moet je kijken. Kun je dat voorstellen, Anja? Wat gebeurt er dan met je als je die herinnering oproept van dat prachtige stukje Mouse Village? En je ziet deze betonnen loods daar staan. Ja, het was zijn idee, die buurman, hè? Dus wie zijn wij? Ja, je hebt het verkocht erop, maar raakt het je emotioneel of niet? Nee, ik ben wel zo iemand die op een gegeven moment daar heel veel energie in gestoken heeft. Ik heb het er ook ontzettend naar mijn zin gehad. Ondertussen, dat is ook grappig, je hebt het wel doorgezet, hè? Want waar ben je later terechtgekomen met Mouse Village? Moet ik het juist formuleren, het gelukkigste plekje wat ik eigenlijk in mijn leven ontmoet heb in de Rozenstraat in Haarlem. Want daar, ik ben daar geweest en ik wist niet wat ik zag. Het is eigenlijk een rijtjeswoning waar je alle muren en verdiepingen uitgebeiteld hebt en je hebt er een mini-garage van gemaakt. Nee, het is een pandje uit, ik vermoed ergens 1840 of 1870 en dat hebben we een keertje gekocht. Daar stond een mini in. En ik heb die mini gekocht en Anja die was bij me, die zat in de auto en ik reed weg en vroeg ze of het nog wat geworden was met die auto. Ik zei ja, ik heb hem gekocht en dan waren we een paar honderd meter verder. Ik zei ik heb een pand erbij gekocht. En dat gaf natuurlijk iets geks. Is hij zo'n man voor verrassingen, Anja? Ja, zo is zijn hele leven. Ben jij ook zo mini-minded als hij is? Jawel, dat wel. Je hebt er zelf ook in die blauwe die we net zagen was van jou, die Cabrio, ja. Voel je een beetje op je plek daar waar je nu zit? Ja, en ik heb natuurlijk meer tijd voor mijn kleinkinderen. Is dat het grote voordeel, Rob, dat je het inderdaad echt, om het goed gelders te zeggen, low-key hebt kunnen houden nu? Ja, dat is, ik ben eigenlijk daar weer waar ik vandaan kom, uit Arnhem. En ik doe weer datgene wat ik leuk vond, waar ik dus ook mee begonnen ben. Gewoon in mijn vrije tijd aan klassieke Engelse auto's sleutelen. Ja. En dat doe ik daar weer. Komen die Engelsen nog steeds bij je op bezoek, zoals toen in Huissen? Oh, ik heb nog zoveel contacten en... Ik heb, zoals van de week ook, heb ik weer een dame die rijdt al vanaf de 18e. Rijdt ze een mini, dat was het eerste autootje. En ze is nu volgens mij ergens bij de 60 en ze rijdt nog steeds in zo'n autootje. En dan krijg je een reactie van zo'n vrouw dat ze zegt: ik vind het nog zo leuk dat ik bij u terecht kan. Volgens mij zitten jullie. Ja, kijk zo verliefd naar hem nog steeds. Dat vind ik ook zo mooi. Ja, maar dat is al 40 jaar. Ja, maar dat gaat goed. Dat bedrijf, dat is materialistisch. Het interesseert ons eigenlijk helemaal niks. We hebben zoveel geluk al met z'n tweeën. Twee schitterende kinderen. Een zoon en een dochter. Twee kleinkinderen. Ja. Een kleinzoon en een kleindochter. Kleindochter. We zijn zelf gelukkig. Dus jullie voelen je goed. Ja. Tot slot.
Kun je nou eens in een paar zinnen aan de zaal, aan de mensen thuis uitleggen wat dat nou is, die jarenlange verslaving aan die mini? Mijn eerste auto was een mini. Maar dat was zo'n gedrocht en was zo slecht. Ja, ik denk mezelf, als ik het allemaal moet laten repareren, dat kost me een godsvermogen. Weet je wat, ik koop er eentje bij, ik haal hem uit elkaar, heb ik tenminste reserveonderdelen. Ja, voor die tijd reed ik bromfiets. En toen voor de eerste keer die motorkap van die auto open deed. Pff, zit ik niet één bougie in, maar er zitten er vier in. Ja, en zomaar begonnen vanaf 1968. En daar zit je ervaring in. En die ervaring, dat merk ik, die willen de mensen niet kwijt, want ik wou eigenlijk eerst stoppen. Maar klopt het nou dat mensen uit Engeland, Schotland hier naartoe komen en jou om bepaalde onderdelen te halen, nou, te laten repareren? Het internet heeft het wel allemaal veranderd, hoor. Ja. Mensen kunnen het overal vinden. Ja. Het is mooi. Dames, hier zit een bezeten stel, bezeten van elkaar en bezeten families. Rob en Anja Smits. Ja. Dank jullie wel. En dan ben je aan het zoeken in het archief van de Huiskamer TV-show. Al die digitale banden die we hebben, het zijn er inmiddels een kleine 200. En dan, ja, die neem je wel en die neem je niet. En waarom dan wel? Het is zo moeilijk kiezen als je de 5 mag uitkiezen over 5 jaar Huiskamer. Maar de volgende staat ook echt in mijn geheugen gegrift. Wij gingen op bezoek bij het echtpaar Anches in Arnhem. Surinamers van afkomst hadden hier tientallen jaren gewoond. En ze kregen de geest. Zij gingen weer terug naar hun vaderland. Achter hebben we een groot stuk grond. Dan wil ik daar wat moestuin houden. En jij dan, Irene? Wat ga jij dan doen daar als je daar straks zit? Nou, weet ik nog niet. Ik zit te denken... Heb je hobby's? Jawel, maar ik zit te denken misschien iets van vrijwilligerswerk met kinderen en zo. Ja? Maar daar moet ik over nadenken, hoor. Kijk, als het lukt. En u gelooft het of niet, maar ze zijn hier vanuit Suriname. Dames en heren, uw hartelijk applaus voor Erwin en Irene Anches. Met de kleinkinderen erbij. Kom hier maar zitten, boys. Even een Surinaamse groet doen. Yo, man, alles kids. Hey, alles flex. Oké, zo ken ik je. We zijn jullie groot geworden. Leuk dat opa en oma weer thuis zijn, hè? Erwin en Irene, hoe lang zijn jullie hier nou op vakantie bij jullie dochter en zoons? 6 weken. En je wilt hier denk ik niet meer weg? Jawel hoor, ja, morgen gaan we terug. Volgens mij staan jullie, Irene, echt te popelen om weer terug te gaan. Ja, ja. Echt waar? Ja. Voor het zo'n opgave om 6 weken weer in het koude kikkerlandje te zitten? Voor het zo zwaar om 6 weken hier te zijn? Jawel, leuk de kinderen, de kleinkinderen weer te zien. Maar 6 weken is net lang zat, heb ik het idee, hè? Ja. Wat maakt nou dat je zo graag weer terug wil, Erwin? Heb jij die moestuin bijvoorbeeld ondertussen al? Ja hoor. Ja, we hebben groenten, banaan, noem maar op. Ja. He? We kijken naar jullie huis. Ik moet zeggen, dat is een mooi stulpje geworden. Ja. Toch? Ja. Maar ja, als je een droom hebt en je werkt naartoe, ja, dan zie je zoiets staan. Hè? Ja, dan denk je bij jezelf, nou, het is toch maar mooi samen gedaan. Hoe vul jij daar de dagen, Irene? Nou, genoeg te doen, hoor. Ja? Ja, boodschappen doen. En als je terug bent van de stad, tegen 5:30, 6:30, dan ga je in de tuin werken. Tot 7:30, 8:00. Ja. Ik hoorde jou net in het filmpje zeggen dat je ook graag vrijwilligerswerk zou willen doen in Suriname. Is dat er inmiddels van gekomen? Nee, het is nog niet gelukt. Nee? Ja, een beetje druk met het huis. Ja. Want het schoot in het begin niet op. En nu gaat het wel weer, hoor. Erwin zit te lachen, want in het begin ging het niet helemaal jovel, hè? Nou. Wat dan? 7 maanden in een appartement gezeten. Schoten die bouwvakkers niet op dan? Nee. Nou, je moet echt... Is dat anders dan in Nederland? Jawel. Hoor. Hoe dan? Nou, kijk, je hebt iemand ingehuurd voor een bepaald bedrag. Neemt hij dan de grootste deel van het bedrag. En dan smeert hij hem. Dan smeert hij hem? Ja. Dat is grappig. Ja. Is dus even cash en dan tjo. Ja.
En dan, ja, ren je hem achterna, trek je maar zijn oren. Nou, nee, dan denk ik, ja, jullie krijgen mij toch niet gek, hoor, jongens. Hè? Ja, dan zoek ik iemand anders. Ja, ja. Die betaal je ook weer uit. Nee, dan doe ik het heel anders. Oké. Okay. Nou, wat vraag je ervoor? En hoeveel tijd doe je? Neem het in beslag? Ja. Nou, 3-4 weken. En als je 3-4 weken niet klaar bent, dan kun je ophoepelen. En hoeveel bouwvakkers heb je eraan gehad zo? Oeh. Een stuk of 4, denk ik. Maar het is prima gelukt. Het is prima gelukt, hoor. Nu kom je terug. Want hoe lang heb jij in Nederland gewoond? Hebben jullie in Nederland gewoond? 40 jaar. 40 jaar? Ja. En dan kom je terug en zie je dan nog veel oude bekende vrienden en familie terug van toen? In Suriname? Ja. Ja, maar ach, je bent toch uit elkaar gegroeid, hè? Ik bedoel, ja, je hebt een heel andere leefstijl. Ik bedoel, ik ken ze wel, ik zie ze wel. Maar even groeten, maar niet meer als vroeger. Maar wat lijkt me dat lekker. Jij lijkt me een levensgenieter, Erwin. Ja, hè? Ik ook. Ik denk dat jij echt met een dikke sigaar en een goed glas wijn... Nee. Met de voeten op een tafel zit, gewoon lekker zo papa zit, weet je wel. Dus. Kijk, als je dat huis ziet, laten we doen als we een klas hebben beneden. Dan sluiten we alles op. Dan hebben we een binnentrap, dan gaan we naar boven. Ja. Onder de douche of in het bad. En dan gaan we op het balkon zitten s'avonds. Met een wijntje. En dat bedoel ik. En die sigaar. Ja, nou, sigaar niet. Nou, heel af en toe. Heel af en toe. Ja, we zijn ontzettend gelukkig. Nou, ik moet nog wat bij vertellen. Kijk, in de laatste jaren, toen ik hier in Nederland was... Ik zong niet meer. Ik floot niet meer. Maar nu dat ik daar zit... Nou... Ja, het geluk is weer terug. Ja, heel bij jullie allebei. Ja, ja hoor. Nou, dat ja. vind ik... Wel moet ik bij zeggen, als ik aan hun denk, ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Ja, nou, maar ja. dan pak ik de telefoon, dan bel ik een half uurtje, drie kwartier. Dan hoor ik alles weer, alle verhalen. Dan ben je erbij. Dan ben ik erbij. Kijk, en zo gaat dat. Uiteindelijk is afstand ook relatief natuurlijk. Ja, absoluut. Ik wil jullie bedanken, vooral vanwege het feit dat jullie de terugvlucht voor ons 2 dagen hebben uitgesteld. Ja. Heerlijk goede reis. Zul je op en om missen? Ja, heel erg. Nou, dat is het mooie afscheid. Dames en heren, Erwin en Irene Anches. Blijf lekker zitten, Erwin. Blijf lekker zitten. En ik zei het zojuist al, afstand is relatief. Want vanuit Suriname gaan wij in 1 trip door naar Mongolië. Dat wil zeggen via Doetinchem. Want daar woont namelijk niemand minder dan Xie. Xie Zhuang is een Mongoolse modeontwerper die heel erg talentvol is. Hij nodigde ons uit in zijn winkel, die eigenlijk ook zijn woonkamer is. En die hing vol met prachtige, modieuze creaties. Oeh, laat in me trouble zo gaan. Deze is leuk, hè? Als ik nou heel mooie kledingstuk gemaakt van die mevrouw, bijvoorbeeld, ik zag hoe ze dat kleding aantrekken, dan zeg ik, wow, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n mooi kledingstuk aangehad. Dat maakt mij zo gelukkig. Dames en heren, de man leeft voor zijn eigen creaties en voor zijn vakwerk. Het applaus is voor Xie Guang. Maak je nog steeds mensen gelukkig met je mode? Want dat was een van de dingen die we zojuist hoorden. Nou, mijn doel is, ik probeer mensen gelukkig te maken met mijn kleding. En natuurlijk, mijn kleding zit een stuk emotie in. Ik maak ze zelf. Ik ontwerp kleding bij persoon past. Plat van, kijk, mooie dingen kan iedereen maken. Ik bedoel, mooie kleding, maar die moet bij de juiste personen passen. Ik probeer altijd verdiep in die persoon zelf. Ja, kleding maakt mensen gelukkig, maar ja, zo vind ik wel heel belangrijk. Ja. Je hebt 3 topmodellen meegenomen. Die mogen van mij binnenkomen. Ja. Met jouw creaties aan. Dames en heren, eerst even een applaus voor deze prachtige modellen. Ja. Chef, wat hebben deze meiden aan? Nou, dus mijn nieuwe collectie van 2007. Voorjaar zomercollectie. Dat collectie neem ik ook mee naar Mongolië. En dat is in augustus. Nou, als jullie ziet, ik probeer gewoon een beetje te combineren. Oosten, westen.
De hele collectie bestaat uit zijden, verschillende zijden, geschilderde zijden uit China, Duitsland, Turkije, van de hele wereld. En waardoor heb jij je hier laten inspireren bijvoorbeeld? Ja, ook mijn achtergrond, hè, waar ik vandaan kom. Hè. Ik kom uit China en ja, ik hou van kleur, ik hou van vorm. Ik hou van ideeën waar er achter zit, ja. Achter kleding. En jij zegt net van je gaat een expositie doen, de modeshow in Mongolië. Binnen Mongolië, dat is een provincie van China. Deze jaar bestaat 60 jaar. En hebben ze mij gebeld van een stuk entertainment. Ja, maar shit, daar reizen ze toch op wilde paden door de woestijn. Wat moeten ze dan met die mode? Je was daar geweest? Nee. Nee. Nou, binnen Mongolië is zo doorgegroeid. Het is een echt, ja, ik bedoel, het is een zo grote stad. Ik denk, één stad is ook even groot als heel Holland. Is het ook modern? En is die provincie Mongolië bezig met haute couture? Ja, daar zie je Valentino, Gucci, Armani, dat kan je daar allemaal vinden. Okay. Tegenwoordig is het allemaal normaal. Okay. Dus ja, het is een heel trendy stad ook. En is dat jouw ambitie? Je noemt nou die paar namen, hè? Gucci, Armani, Victor en Rolf, noem ze allemaal maar op. Bas Kost is in Nederland bijvoorbeeld ook helemaal aan het hypen nu. Om ook zo'n level te komen? Ja, ik vind het een heel moeilijke vraag eigenlijk. Want ik heb al vorige keer gezegd, ik vind het heel erg leuk wat ik doe. Ik geniet er ook heel erg veel van. Maar die aandacht van mij gaat er niet geopend. Ik vind het hartstikke leuk. Kijk, wat ik nu doe, ben ik al helemaal gelukkig. Dus hou zomaar, ja? Zou ik zeggen. Ja. Ben je bescheiden? Dat vind ik mooi. Nou, bescheiden. Ik denk, iedereen heeft een ander doel in het leven. Hè. Ik heb gewoon mijn doel gevonden. En ik leef geweldig. Ik heb een geweldig kind. En ja, ik ben op zoek naar geluk. Daarbij heb je altijd een beetje geld nodig. Om te zorgen dat ik kan doorgaan. En dat heb ik nu. Is prima zo. Dat vind ik ook hartstikke leuk al. Ja. Dus... Je haalt je geluk uit je creaties en je kind en het kleine, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En dat is voldoende. Voor mij is genoeg. Ja. Maar voorlopig ga je eerst richting Mongolië. Ja, ja. Ik wens je daar heel erg veel plezier. Dank je wel. We blijven je volgen. Dames en heren, een bijzondere man met bijzondere modellen en creaties. Xie Guang. Dank jullie wel. En over uiterlijkheden gesproken. Klein geheimpje, ik ben zelf nog wel gek van tatoeages. Dus viel mijn oog op Irma Jansen uit Nijmegen. Zij zat eronder. Dat wil zeggen, haar ambitie was om er helemaal onder te komen. Op haar borst had ze een fantastische, echt prachtige Maria laten tatoeëren. Ik ging bij haar op bezoek. En ja, ik vond het wel mooi. Een van de dingen die mij eigenlijk vaak overkomen en wat ik altijd zelf heel vreemd vind, is als ik als iemand mij ziet eerst mijn trui aan en ik trek die trui dan uit en ze zeggen dingen als van, oh, maar ik dacht dat jij een heel aardig meisje was. Ja, alsof ik heel erg onvriendelijk ben op het moment dat ik getatoeëerd ben of zo. Mm. Ik word daar natuurlijk niet een ander persoon voor. Die inkt die heeft geen rare inwerking op mijn persoonlijkheid. Mm. Dames en heren, hier is live in Arnhem een heel aardig, zwaar getatoeëerd meisje, Irma Jansen. Je hebt lange mouwen aangetrokken vandaag, zie ik. Ja, inderdaad. Nou, elke keer nog weer ben ik echt impressed als ik dat zie. Het aardige was, jij werkte toen nog bij een grote drogisterijketen. Je hebt me dat verteld, dat je dan altijd met lange mouwen afgesloten tot hier naar je werk ging. Ja, klopt. Was die uitzending geweest, moest je weer naar je werk. Mm-hmm. En toen? Ja, ik heb er eigenlijk verder... Toen heb ik eigenlijk heel snel een andere baan gevonden. Dus, je baas was zo gezorgd. Nee, dat had ik toevallig al okay. Op dat moment. Dus toen de uitzending was, toen werkte ik al ergens anders. En die mensen die kwamen eigenlijk allemaal uit de buurt van Amsterdam en zo. Dus die hadden de uitzending allemaal niet gezien. Nee, gelukkig maar dan. Dus dat was heel toevallig. Heb je veel reactie gehad op de show? Ja, best wel. Eigenlijk allemaal leuke reacties. Mensen die het allemaal toch leuk vonden om te zien en het verhaal erachter te horen. En wel... Hield je het tot op dat moment voor de buitenwereld echt zorgvuldig verborgen? Of had je toch wel zoiets van show it? Nee, ik laat het eigenlijk altijd wel zien. Ik draag altijd korte mouwen in mijn privéleven. Alleen met mijn werk draag ik eigenlijk gewoon altijd lange mouwen. En dan laat ik het niet zo zien.
Ja, hoe is het nu op je werk? Wel korte mouwen? Ik ben nu werkloos, dus... Open sollicitatie, zeg ik. Ja, inderdaad. Als iemand nog op zoek is naar een zware tatoeëerde dame voor een prima job, dames en heren, u kunt bellen, huiskamer, mailen, huiskamer@omroepgelderland.nl. En je zei toen tegen mij, ik ben eigenlijk op zoek naar een mooie tatoeage op het been om uiteindelijk het hele plaatje af te maken. Ja, klopt. Hoe is daarmee? Ik ben eigenlijk meteen na de uitzending gaan zoeken naar een leuke tatoeëerder. Leuk of een goeie? Een leuke en goeie, dat is natuurlijk allebei belangrijk, die dat voor mij kon doen. Ik had al een ontwerp in mijn gedachten. Zijn ze al begonnen? Ja, ze zijn begonnen. Kun je een paar maanden zien? Geleden. Ja, natuurlijk. Oh, je doet de broek omhoog, zie ik. Ja, er staan nu nog alleen maar lijnen op. Ja, laat hem zo maar zien, zo is het goed. Ze kan de camera erbij. Wat moet het voorstellen? Dit is de kop van een slang. En dan gaat het lijf van de slang eigenlijk helemaal mijn been rond. En die komt hierboven weer uit. En dan staat hier een grote Japanse samurai. En die valt die slang aan met een groot zwaard. Ja. Hey, nu, dit is het begin. Hoe lang heb je hier al voor gezeten? Nou, de lijnen staan al op heel mijn been. Dus alle lijnen van de tatoeage zijn al gezet. En dat duurde ongeveer qua tatoeëren 2,5 uur. En dan nog zo'n 4 uur tekenen. Dus. Maar het inkleuren dan? Ja, dat moet nog allemaal gebeuren. Maar hoe lang duurt dat dan? Ik denk dat er zeker 60 uur nog in gaat zitten. 60 uur? Ja. Het doet toch vreselijk zeer uiteindelijk? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, de eerste paar uur die gaan meestal wel. Maar als je op een gegeven moment 3-4 uur zit, dan wordt het erg pijnlijk. Maar... En ga je dan door of wordt de sessie dan uiteindelijk beëindigd? Ligt er al aan. Als ik het vol kan houden, ga ik meestal wel door. Ik probeer meestal wel de 6 uur te halen. Maar dat gaat niet altijd. Nee, ligt een beetje aan de plaats op je lichaam. Is het nou waar dat op het bot tatoeëren, dat zal daar meevallen, maar bijvoorbeeld de kniestukken en dergelijke, dat pijnlijker is dan op het vlees? Nou, vind ik niet zelf. Het is een ander gevoel. Het is een vervelend gevoel, maar ik vind het niet meer pijnlijk. Ik vind vooral hier, heb ik gemerkt, de knieholte en de achterkant van mijn benen vond ik erg veel pijn doen. Ja. Hey, dus 60 uur zit je nog bij de tatoeëerder in de stoel, voordat althans dat been helemaal klaar is. Mm-hmm. Dan moet ik dan toch als zunige achterhoeker even vragen. Wat kost dat nou allemaal? Ik betaal gewoon per uur. Dus bij de tatoeëerder waar ik nu naartoe ga, betaal ik, ik geloof, 80 euro per uur. 60 keer 80? Ja. 4800 euro? Daar rij je een goede auto voor, hoor. Ja, ik denk dat ik een hele mooie auto zou kunnen kopen van als ik al het geld had gespaard van mijn tatoeages, ja. En probeer mij dan eens uit te leggen, wat is dat dan dat je zo ontzettend bezeten bent van die tattoos? Dat het mooier moet, meer en heftiger. Ja, ik vind het gewoon heel erg mooi. En op een gegeven moment dan heb je natuurlijk iets. En dan, ja, je raakt er niet op uitgekeken, maar je raakt er wel aan gewend. En dan wil je gewoon weer iets nieuws. Dan wil je, en het is, de hele zoektocht ernaar is ook gewoon heel erg leuk. Dus want jij gaat voor kwaliteit, weet ik. Je gaat niet naar de eerste, de beste tattoo henkie toe, zal ik maar zeggen. Nee, inderdaad. Het moet goed gebeuren. Is dan de klik met die man of vrouw die het doet ook belangrijk? Dat het gewoon goed voelt? Ja, heel belangrijk. Sowieso voor het ontwerp. Hij moet natuurlijk precies begrijpen wat ik graag wil hebben. Je moet dat allebei gewoon mooi vinden. Maar het is natuurlijk ook best wel intiem. Iemand zit toch wel behoorlijke tijd aan je lichaam. Ja. Dus als je niet op je gemak voelt bij zo'n persoon, dan hou je dat gewoon niet vol. We zaten in de voorbereiding op de redactie een beetje te filosoferen. Hè? Waarom laat iemand nou zijn hele lichaam onder zetten? Is dat ook een beetje, schiet ik even los vast, hè? Van uiteindelijk weinig zelfvertrouwen en dat proberen te compenseren met een soort enorme uitstraling van de buitenkant? Nee, ik denk het niet. Want ik denk dat het heel erg vervelend is als je heel erg weinig zelfvertrouwen hebt en je staat helemaal ondergetatoeëerd. Want je krijgt natuurlijk wel heel veel aandacht. Dus op dat moment dat je dan rondloopt en je tatoeages laat zien en mensen gaan tegen je praten, dan kan dat misschien wel heel vervelend zijn als je heel erg weinig zelfvertrouwen hebt. Is het ook een schreeuw om aandacht, die buitenkant? Nee, niet echt, denk ik. Ik vind het gewoon heel erg mooi. En ik vind het heel erg leuk als ik hele goede reacties erop krijg. Maar ja, je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat je af en toe minder leuke reacties krijgt. Die zijn er ook. Jij noemt er eens één? Ja. Nou, dat mensen het bijvoorbeeld helemaal niet mooi vinden. Of dat ze je asociaal vinden. Of dat ze, ja, anders over je gaan denken, omdat je gewoon getatoeëerd bent. Ja, wat niet zo is. Mm-hmm, inderdaad, ja. Gewoon een lief meisje eigenlijk, ja, hè? Ja, vind ik wel. Dames en heren, zij was hier speciale gast voor u en voor u thuis, Irma Jansen. Dankjewel. En dan zijn we op de muzikale afsluiting na klaar met 5 jaar Huiskamer TV-show. En dan ben je zo eens aan het filosoferen. Wat ga je dan als afsluiter vragen?
We hebben beroemde namen gehad, we hebben beginnende namen gehad, we hebben slagerzangers gehad, we hebben jazz gehad, klassiek en noem het maar op. Maar uiteindelijk komen wij uit voor de finale op twee vrienden van de Huiskamer TV-show. Ze waren allebei te gast, alle drie zult u zometeen zien, te gast in een aantal Huiskamer TV-shows. Het is de groep Brazen uit Dinxperlo, Gerwin Rusing en Marcel Geven. Ze doen samen met niemand minder dan Erika Groeneveld het nummer One van U2. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Well, it's one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you better if you don't care. Have you come here for forgiveness? Oh, no. Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Well, did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all. Hadden ze gerepeteerd. En dat is talent uit Gelderland, jongens. Marcel, Gerwin en Erika, hartstikke bedankt, jongens. Helemaal goed. Het waren de Huiskamer highlights van de afgelopen 5 jaar. Ik wil graag de mensen die hier vanavond de hoofdgast waren uitnodigen op het podium. En dat geeft mij, dames en heren, thuis en hier in de zaal de gelegenheid om u te bedanken. Te bedanken voor 5 jaar
onvoorwaardelijke steun aan wat ik zelf vond en de hele crew die het met plezier gemaakt heeft. Een heel bijzonder programma. We begonnen met niks. Maak maar een huiskamer tv-show. En in alle bescheidenheid zeg ik, 5 jaar later zijn we bijna uitgegroeid tot een merknaam in Gelderland. Maar omdat we vinden dat we moeten stoppen op het hoogtepunt en het niet moeten laten verslappen, zijn wij, kijk, Kuzel, kom jij maar lekker bij mij zitten. Zo ken ik je weer. Zijn wij nu klaar. Ik zie je terug bij de Vierdaagse in Nijmegen. Dat is over 2 weken, half juli en de week daarna. En daar weer na in een heel ander programma. Dan gaan wij de blaasmuziek in Gelderland weer helemaal sexy maken. 5 jaar Huiskamer TV-show had ik nooit kunnen maken zonder de steun van de crew. Dames en heren hier in de zaal, ik wil een enorm applaus voor de camera, de belichting, het geluid. Iedereen die hier vandaag aanwezig is. En ik wens hier thuis een ontzettend vrolijk weekend. Maak er wat van. 5 jaar Huiskamer TV-show. Het is Klaas Rupnicke. Dag. We're happy together. Nog een laatste aflevering van Angelique gaat vreemd van dit seizoen. Een special over groep 8 van de Nijboom. En weet je wat